Zaterdagavond, 27 juni, vond in de Carré te Willebroek de voorstelling plaats van alle provinciale kandidaten voor de titel van Miss België 2010. Eén ding stond vast, de nieuwe Miss België 2010 vertoeft net als haar voorhangster Zeynep Zever tussen al dat vrouwelijk moois. En wij van Media One waren erbij. Het werd een drukke avond die begon met groepsfoto's voor de voltallige pers van alle kandidaten binnen en buiten de Carré. Joke, wat is jouw ambitie om mee te doen aan Miss België? Het is sowieso een kinderdroom dat iedereen wel heeft, denk ik. En voor de rest, de ervaring is sowieso heel leuk. We hebben ondertussen al dingen gedaan die dat je anders nooit zou doen. Dus. De hele provincie mee om de eer van Vlaams-Brabant. Allee, voor de eer van Vlaams-Brabant. Wat zijn jouw pluspunten om Miss België misschien te worden? Ik ben heel sociaal, ik ben sportief. Ik kan mijn plan goed trekken met vreemde mensen voor mij. Ik kan me goed aanpassen aan de situatie en ook aan de omgeving. En ik lach graag. En dat is toch heel belangrijk voor een mis, om altijd te stralen. Ik doe mee gewoon voor... Toen ik klein was, ik heb altijd al iets willen doen. Ik heb altijd al ver willen geraken en voor de ervaring. En, ja. Hoe is de sfeer onder de meisjes? Goed, tot nu toe is alles nog in orde. De 20 finalisten van elke provincie in België mochten zich die avond vanaf 21 uur met een persoonlijke touch aan het grote publiek voorstellen. Ik was vorig jaar... in dezelfde plaats. Ik begreep, omdat ze zijn alles een beetje gestresseerd en ik begreep het. Er zijn zeer mooie dames bij. Ja, echt. Heb jij al een favoriete? Ik heb nog niet alle meisjes gezien, dus ik heb momenteel geen favoriet. Maar ze zijn wel mooi. Ja. De verwachtingen dat we 220 hele mooie dames gaan zien, die hopelijk heel mondig ook zijn, die er zelf verzekerd uitzien, wat waarschijnlijk niet het geval gaat zijn binnenin, want waarschijnlijk de eerste keer voor zo'n publiek is het een beetje sterven natuurlijk, heel zenuwachtig allemaal, maar terecht. Maar als je een beetje leuk overkomt, spontaan overkomt en uitstraling hebt, dan ben je meteen al... Bij mij scoor je dan toch al meteen, ja. Darleen, vandaag de persvoorstelling. 220 kandidaten, dat is niet mis. Dat is inderdaad niet mis. Uiteindelijk zijn ze gekozen uit 1500 inschrijvingen. Dus in iedere provincie nodigen we dan al die inschrijvingen uit. En daar kiezen we dan 20 kandidaten. Vandaar dat er nu 11 keer 20 kandidaten hier zijn in Carré vanavond. Wel, voor mij is het natuurlijk heel leuk om hier te zijn als presentatrice. Omdat je dan toch zo de twee kanten ziet. Enerzijds... We zien het als buitenstaander van veraf, maar langs de andere kant ook de spanning in de coalitie maak je dan wel mee. Maar ik moet zeggen, als ik eerlijk mag zijn ten opzichte van de voorbije jaren, vind ik het een iets spontane groep die ook minder zenuwachtig zijn. En het is gewoon heel leuk om dat allemaal zo terug mee te maken. Alhoewel ik zelf mijn deelname aan Miss België niet zo bewust heb meegemaakt. Voor mij moest het allemaal niet. Ik heb daar eigenlijk gewoon meer voor de lol aan deelgenomen. En dat meen ik ook, dat weten de mensen. Dus het is gewoon wel leuk om dat te zien. En iets over middernacht was er dan het défilé in bikini. Je zou verminderen.